Welkom bij Bilal Groen. We zijn nu bij het kantoorgedeelte van Bilal Chicken Center BV. We gaan een kijkje nemen bij de afdeling. Nou, mijn vader, de oprichter en ook de directeur van Bilal Groep. Ik ben Meru Chaka. Ik woon vanaf 1984 in Nederland. Ik heb 4 kinderen en ik ben al 25 jaar in de pluimveesector. Sinds 1989 is mijn vader dus met zijn ervaringen in de pluimveesector begonnen. En ons basisassortiment of onze hoofdactiviteiten zijn dus ook de verse kipproducten. En een stukje kalkoenproductie. En dan moet u denken aan naakte kipproducten die wij dus zelf verder verwerken en klaarmaken voor de supermarktslagerij. Met onze eigen wagenpark bedienen wij deze klanten. En in 2011 zijn we begonnen met de range kipsnacks, fingerfood snacks. Ik neem even een voorbeeld. Dat zijn bijvoorbeeld onze kipnuggets. Waar wij dus aan hechten is echt kwaliteitsproducten. Dus echt kipsnacks met kipfilet producten. Dus niet met separator of met badenvlees, dus gesepareerde producten, daar willen we niet mee werken. Het is allemaal halal? Ja, wij doen alleen halal. Waar staat het logo? Oh, ja. Dit is een voorbeeld van onze halal certificaat. En dan kun je zien dat elke productie zorgvuldig wordt gecontroleerd op halalwaardige producten. Dus niet alleen dat onze kip halal is, maar ook dat de toppings en alle et cetera deeg ook voldoen aan de halal normen en waarden. Ja, we hebben zelf ongeveer zo'n 15 snacksproducten. En waarvan op dit moment 3 onze nieuwste aanwinst, de gebakken steenoven pizza producten. Daar zijn we de eerste mee in Europa. Die we met een succes hebben gelanceerd in de markt. Bent u altijd al ondernemer geweest? Nee, ik heb eerst 1 jaar bij patatfabriek gewerkt en 1 jaar bij bloemkwekerij gewerkt. Daarna ik ben eigen zaak begonnen. En waarom wilde u een eigen zaak beginnen? Ja, maar in Turkije ook, wij hadden eigen zaken. Mijn vader was ook ondernemer. Wat deed uw vader eigenlijk in Turkije? Restaurant. Mijn vader voelt hij bij de ondernemer moet altijd eerlijk blijven en hard werken. Die 2 dingen die ik heb van vader geleerd. En dat heb ik ook altijd bijgeleerd door mijn vader. Heel erg belangrijk om eerlijk te blijven. En dat vinden wij altijd een langtermijn relatie met onze collega's, leveranciers of klanten. En natuurlijk heel hard werken. Heel hard werken. En natuurlijk worden we goed verzorgd met de keuken. Hè? Wij zijn echt vroeg vogels. We beginnen zelf om 5 uur, 6 uur in de ochtend. Dus een goed ontbijt is het halve werk, zeg ik altijd. En natuurlijk de lunch en de avondeten, als het zo ver komt, staat altijd klaar. Staat er een kip op het menu? Meestal wel. Daarnaast hebben we ook nog een Turks hoekje. Ik zal jullie even laten zien waar wij actief zijn. Dat is voornamelijk of in de grootste gedeelte is dat Europa. Hè? Dan moet je denken aan Nederland, België, Duitsland, Engeland, Ierland en zelfs nog Scandinavische landen zoals Zweden en Finland, daar zitten we ook. Maar als importproducten hebben we heel veel uit Brazilië, we doen handel met Thailand, we doen handel met Maleisië, we doen handel met Hongkong. De toekomstvisie is om het merk Bilal een wereldmerk van te maken en niet alleen een Europees merk. En met nieuwere producten, zoals, dan kunt u denken aan kant-en-klare maaltijden. Dat is wat ik denk wat onze volgende stap zal zijn. En onze motto ook altijd is, doe maar hoe goed in zijn. En dat is kip.